Welkom bij Scheldemondig. Deze keer hebben we het over een passie voor ondernemerschap. En in de studio heb ik daar een tweetal bijzondere mensen voor zitten. Mag ik jullie vragen jullie even voor te stellen alsjeblieft? Mijn naam is Katrien de Krook en mijn partner Ronnie die gaat zich straks ook voorstellen. Maar wij zijn van Design Your Lifestyle en wij doen iets heel graag en met heel veel passie en daar vertellen we straks iets meer over. Graag, want daar had ik natuurlijk al wel iets op voorbereid natuurlijk. De eerste vraag. Jullie zijn zelf ook ondernemer en ja. Jullie zijn al veel langer ondernemer. Kunnen jullie misschien een klein beetje vertellen over jullie verleden in het ondernemerschap? Prima, Ronnie, prima. Ja? Dankjewel. Ik ben Ronnie Zutaert, getrouwd met de vrouw van mijn leven. Mijn ondernemerschap, kijk, ik ben vroeger heb ik voor een baas gewerkt, maar ik heb op een bepaald moment de beslissing genomen om zelfstandig te gaan werken, en namelijk als zelfstandig videoproducent. Ik heb een tijdje gewerkt, ook in die functie, bij de regionale televisie in Vlaanderen. Mm-hmm. Maar omdat ik in Nederland woonde, ik heb namelijk 43 jaar in Ede gewoond, hebben we op een bepaald moment ook de beslissing genomen om hier in Zeeuws-Vlaanderen ook een orgaan op te richten. Dat noemde toen ZVT, Zeeuws-Vlaamse regionale televisie. En van daaruit heb ik natuurlijk ook nog contacten. Dat is iets wat ik heel graag heb gedaan. Ook als zelfstandig videoproducent. Maar laat ons zeggen, op een bepaald moment, na 2009, we hebben toen de eerste economische crisis gehad, zag ik ook wel dat de kosten van het materiaal en de afbetaling naar de bank moesten blijven doorlopen. Dat de opdrachten wegvielen, ook omdat er natuurlijk op social media heel wat gebeurde. Hè. Dus en op een bepaald moment zat ik daar met het idee van, ik wil nog wel geld verdienen, ik wil ook nog fun hebben in wat ik doe. Maar dat viel niet mee, laat ik het zo zeggen. Nee, daar wil ik het straks, we gaan het straks even over verder. Want Katrien, jij bent ook hebt ook bij de regionale omroep gewerkt. Ja, ik heb eigenlijk eerst, ik ben zelf ergotherapeute. Ik heb dan 22 jaar in de bijzondere jeugdzorg als leidinggevende gewerkt. Fantastisch. Door omstandigheden ben ik dan overgestapt en heb ik dan eigenlijk 90% of dat wil zeggen 180 graden het roer omgedraaid en ben ik in de commerciële sector gekomen en heb ik effectief reclame verkocht voor de regionale televisie AVS. Dat is inderdaad echt commercieel. Eigenlijk, ja, jammer genoeg, want dat was eigenlijk een heel fijne job, maar de crisis nam toe en eigenlijk de reclamewereld die was in elkaar aan het duiken. Ja. En uiteindelijk was er geen mogelijkheid niet meer om verder te werken. Ja. En dat heeft voor mij toch wel echt een moment geweest waarop ik dacht van, Jezus, wie ben ik en waar ben ik mee bezig? En eigenlijk, wat wil ik in mijn leven verder? En van thuis uit waren wij ook altijd ondernemers. En ik had zoiets van kind af aan van, eigenlijk wil ik iets voor mezelf. Ik ben het eigenlijk een beetje beu voor een baas te werken. Niet dat ik daar neerbuigend naar kijk, maar wel zo. Ik wou zelf onafhankelijk zijn en mijn eigen weg gaan. Nu ja, op een bepaald moment, als je 45 en meer bent, moet je iets gaan zoeken waar dat je van zegt van, kijk, die investeringen mogen ook niet te groot zijn. En dan hebben we eigenlijk een hele gamma aan mogelijkheden onderzocht. En zijn we uiteindelijk op het punt gekomen dat een vriendin van mij ook al eens voorgesteld had. En dat was namelijk netwerkmarketing. Ah. En uiteindelijk stonden we daar in eerste instantie eigenlijk wel wat sceptisch tegenover. Zo van, ja, is dat eigenlijk? Wat moeten we doen? Is dat wel betrouwbaar? Is daar eigenlijk een inkomen mee op te bouwen en zo? En we hebben dat eigenlijk grondig onderzocht. We zijn heel wat bedrijven gaan, doorlichten op onze manier. Mm-hmm. En we zijn uiteindelijk tot de beslissing gekomen dat dat het perfecte concept is voor ons, dat weliswaar, om eigenlijk op zelfstandige basis ons eigen leven te kunnen uitbouwen. Ja. En tot op heden doen we dat met zeer veel passie en zijn we daar eigenlijk heel gelukkig mee. Ronnie, jij zei net, in de videobranche, noem ik het dan nu even de videografiebranche natuurlijk. We hebben natuurlijk ook nog een periode gehad dat er natuurlijk nog videobanden waren. Dat een aparte videobranche was natuurlijk. Je merkt natuurlijk ondertussen met crisis en veranderingen in technologieën. Hè, want social media is in mijn begrip een technologie. Mm-hmm. Die we allemaal kunnen gebruiken.
Waardoor je inderdaad een verschuiving van je bedrijf en van je branche waar je op dat moment in zit, die vindt daar plaats natuurlijk. Je moet investeringen gaan doen, zei je net. De technologie verandert denk ik ook veel sneller, vermoed ik. Want als je naar nu kijkt, en toen ook, ging dat ook al vrij hard. Wat is dan op dat moment een keuze voor jezelf? Wanneer maak je die keuze als zijnde van, je moet luisteren, mijn ondernemerschap in deze branche houdt in die zin op te bestaan. Althans, dat is natuurlijk uiteindelijk jouw keuze geweest. Wat zijn je overwegingen op zo'n moment? Als je denkt van, ja, welke kant ga ik nu op met alle dingen die op dat moment op je afkomen? Wat ik daarnet ook zei, Hendrien, investeringen. Hè? Hoe dan ook, ja. Als je professioneel aan de slag wilt gaan, dan moet je degelijk materiaal hebben. Ja. Ik merkte, als ik dan in die tijd keek, dan moest je om de 4 jaar van de standaard, van we gaan veranderen, om een idee te geven, mijn laatste camera die ik gekocht heb, die kostte €25.000. Je moet dan software hebben om in montage te gaan. En je moet ook terug marketing gaan doen om je business in de actualiteit te houden. En bijvoorbeeld wat wij ook samen deden, was huwelijksreportages. En wat zag je daarin? Dat na 2009 ook collega's van mij op de regionale televisie, die vroegen nooit naar familiereportages, dat gingen ze niet doen. Ja, die kwamen dan naar mij. Men noemde mij toen op de regionale televisie Nonke Ronnie. Ja, sorry Nonke Ronnie. Die doken met €200-300 onder mijn prijs. En toen hebben we ook een keer gezegd van, oké, je moet fun hebben in wat je doet, maar je moet er wel een degelijk inkomen kunnen mee opbouwen als zelfstandige, want dat hoort er ook bij. En wat Katrien, de vrouw van mijn leven, daarnet zei, dat gaat niet over één nacht ijs. Ik heb ga ik misschien terugwerken voor een baas? Maar, ja, dan was ik, maar dan was ik 50 plus, wat denk je? Op dat moment kwam ik erachter dat mijn marktwaarde, ik was te duur. Ja. En ik moest op veel plaatsen niet meer gaan aankloppen. En dan hebben we gekeken. En als je open staat voor heel veel dingen, dan komt er iets op je pad. Ja, daar ben ik volledig met je eens. Maar je hebt natuurlijk als ondernemer, je maakt je keuzes. Je krijgt natuurlijk externe factoren. Een markt die niet zo heel makkelijk loopt, in elkaar stort, zeg maar. Mensen die het lastig hebben, die proberen een extra inkomen op te bouwen naast een bestaand inkomen, zeg maar. Om wat voor reden dan ook. Vervolgens krijg je natuurlijk nog wat technologieën over je heen, waardoor tegenwoordig trekt iedereen zijn mobiele telefoon uit zijn zak om daarmee filmpjes te maken. Wat dan natuurlijk jouw werk enigszins op dat moment overbodig maakt, ja, zeg klopt. Maar. Ik chargeer nu even heel dit helemaal. Je moet als ondernemer natuurlijk elke keer bewust blijven van de omgeving waar je in zit om je keuzes daarin te maken. Toen zaten jullie in een crisis. Nu zitten we, ik weet niet of het officiële crisis genoemd wordt, maar de tijden zijn niet gemakkelijk voor heel veel mensen op dit moment. Nee. We lezen natuurlijk allemaal krantenkoppen. Over het algemeen zijn die per definitie natuurlijk negatief. Het gaat over hoge kosten, het gaat over, het gaat over druk, het gaat over stress, het gaat over onzekerheid natuurlijk. En het ontbreken van zekerheid natuurlijk. Dat maakt natuurlijk ook weer dat je in een wereld zit als of je dan wel of niet ondernemer bent, of dat je het overweegt, zeg maar, om het te gaan doen. Je zit nu natuurlijk ook weer in zo'n situatie waar je natuurlijk als ondernemer of als particulier, dat maakt niet uit, denk ik, maar dat is mijn interpretatie, ik weet niet hoe jullie daarover denken, ja, moet gaan nadenken over, hoe kan ik nu met deze tijd omgaan? Ja. En ik weet niet hoe jullie daar nu in staan. Want jullie hebben natuurlijk de eerste, de oude crisis van 2008 natuurlijk al een beetje meegemaakt. Natuurlijk. Dus nu staan we er min of meer weer voor. Ja. Hoe staan jullie daar nu tegenover? Ik denk, wat wij nu ervaren, is van, laat ons gewoon zeggen dat we dus in een crisis zijn of zitten, of dat er alleszins een crisis op komst is. Iedereen mag dat op zijn manier ervaren en benoemen. Maar wat we zien is dat heel veel mensen onzeker zijn. Hetgeen wat ik daarnet ook zeg. En heel veel mensen denken, als ik maar één manier heb van een inkomen, ga ik het meer redden.
Je hoort dat heel veel mensen echt extra manieren of op zoek zijn naar extra manieren of extra middelen om te kunnen overleven in deze maatschappij, waar uiteindelijk ook, je hoort het ook geen ten dagen, de energieprijzen die stijgen. Gewoon algemeen, de boodschappen doen kosten meer. En mensen willen toch wel een bepaalde levensstandaard houden. Nu, vandaar dat wij ook zien dat binnen het concept die we nu hebben met netwerkmarketing, dat dat zeker iets is waar mensen een extra inkomen kunnen mee opbouwen. En we zien ook dat mensen daar nu momenteel ook wel veel meer interesse voor hebben. Want uiteindelijk, wat is uniek aan netwerkmarketing? Mijn inziens, dat is dat er heel lage investeringskosten zijn. Ja. Bijna, laten we zeggen, te verwaarlozen. Maar de instap natuurlijk ook gemakkelijker. Voilà. Er is ook de bedoeling niet om daar inschrijvingsgeld voor te betalen. Er is een heel concept die echt mogelijkheden biedt aan mensen die willen ondernemen, die willen echt, of die een doel hebben om iets te bereiken, die de mogelijkheid biedt om daar, laten we zeggen, een inkomen mee op te bouwen. Ja. En dit is toch wel iets dat wij ook ervaren hebben in die periode van wat kan ons hier als alternatief bieden om toch een zekere vorm van ondernemerschap te kunnen hebben en toch een mooi inkomen te kunnen opbouwen. Het is natuurlijk niet vanuit uw luie zetel dat je iets kunt verdienen. Dus het is keihard werken zoals iedere andere ondernemer moet werken. Ja. Maar wat wij nu ervaren, en dat is ook al de laatste jaren, ook in perioden van, laten we zeggen, lockdowns, waar er heel wat beperkingen waren voor ondernemers, dat onze business eigenlijk mooi kon doorlopen. Integendeel, zelfs het online gebeuren, die ook inherent is aan netwerkmarketing, zorgt ervoor dat je heel wat doelgroepen kunt bereiken. Zelfs nog meer of in het verleden. Dus eigenlijk wat je zegt, hè, we hebben natuurlijk een periode achter ons liggen met ja, wat strengere regels, laat ik het dan zomaar noemen. Ja. Waarbij bepaalde ondernemers gedwongen waren om hun zaak te moeten sluiten. Ja. Met wel of niet gevolgen, dat hangt natuurlijk een beetje van de desbetreffende ondernemer af. Wat je eigenlijk zegt volgens mij is dat je dit ernaast kunt doen, waardoor je toch nog een bepaalde zekerheid kunt creëren. Zeg maar. Dat is, bij mijn weten, de meeste mensen gaan toch voor een bepaalde zekerheid natuurlijk. En dat is het allerfijnste, denk ik, in deze wereld. Waardoor je natuurlijk gewoon kunt zeggen van, nou weet je, als dit wegvalt, heb ik dat nog? Ja. Als je, ik bedoel, het woord marketing en netwerkmarketing is misschien niet voor iedereen gekend. Marketing is wel een vrij groot begrip natuurlijk. Ja. Maar ik heb zelfs begrepen dat er op bepaalde opleidingen zelfs lessen of onderdelen van die studie daarover gaan, zeg maar. Ja, zeker en vast. Marketing worden in bepaalde lessen gegeven. We merken ook dat heel veel jonge mensen daar open voor staan. Zij zijn dus natuurlijk anders opgeleid dan wij. Ik ben er 66. Bij ons was dat zorg dat je vast werk hebt, dat je dat 40 jaar kunt doen, dan ga je een mooi pensioen hebben. De jonge mensen van tegenwoordig, die kijken veel breder. En wat wij merken is dat er bij die jonge mensen, die zelfs op het moment voor een baas werken, daar zit ondernemingszin in. Alleen, als je traditioneel ondernemerschap neemt, dan zijn wat Katrien daarnet zegt, de kosten zijn groter. Pak nu dat je een restaurant wilt openen of wat anders. Je zit met heel hoge investeringskosten en gaat tegenwoordig maar een keer aankloppen bij een bank. Dan moet je al een mooi businessplan kunnen voorleggen voordat ze bereid zijn om daarin mee te gaan. Ja, klopt het ook eigenlijk dat de huidige jeugd, ik ben geen arbeidsmarktkenner, en ik bedoel, maar ik heb wel het gevoel dat de huidige jongere generatie, die dus nu aan het werk is of aan het werk gaat, zeg maar, toch op een andere manier kijken naar hun werkend leven. Ja. In mijn beleving, maar dat is een gedachte die ik heb, vindt er een verschuiving plaats naar, laat ik dan even zeggen, onze generatie, die nog gewend was van, er moet gewoon 40 uur in de week gewerkt worden. Ja. Dat men nu zegt van, maar dat wil ik helemaal niet. Want ik wil ook nog vrije tijd. Ik wil ook nog dit doen. Ik wil mijn hobby's uit kunnen oefenen. Ja. Dat misschien wel, dat is mijn interpretatie dan, ze een betere balans creëren tussen privé en werk. Waardoor, denk ik,
maar dat is mijn, ook weer mijn interpretatie. Wat jullie natuurlijk hebben, dat je in een bepaalde, op je eigen manier kunt werken tegen lage investeringskosten met een beperkt of eigenlijk nauwelijks verplichtingen, zeg maar, je eigen tijd in kunt delen, ja. Waardoor dat misschien ook wel beter past bij de huidige jongere generatie. Mm. Wij merken dat zeker, dat jonge mensen, laten we zeggen, anders over het werk, het is niet werkethiek, denken. Bijvoorbeeld, zij willen werken, maar ze willen ook een stuk kwaliteit van leven. Jonge mama's genieten ervan. Bijvoorbeeld, we hebben er heel wat mensen die met ons samenwerken. Dat zijn jonge moeders, die kunnen van thuis uit werken, die kunnen bij de kinderen zijn. Ja. En ook, laten we zeggen, een inkomen opbouwen die voldoende is om te onderhouden en de levensstandaard te onderhouden. Ja. En dat ze het ook fijn vinden. Het is anders dan bij ons. He. Het online gebeuren is daar ook natuurlijk een heel grote troef in. Hè. Ja. De online marketing, dat woord is nu hot. En dit is ook binnen marketing, dus netwerkmarketing, niet de gewone marketing, de netwerkmarketing, is dit eigenlijk ook wel een groot pakketje die je kunt gebruiken om je business uit te bouwen. Ja. Nu, jonge mensen zijn daar ook nog, laten we zeggen, iets kundiger in dan ons. Hè. Ja. Vinden het ook evident. Wij gaan meer de persoonlijke tour op. Want uiteindelijk, wat is netwerkmarketing? Netwerkmarketing, hoe wij dus het dagelijks doen, is aanbevelingsmarketing. En aanbevelingen doe je voornamelijk vanuit een persoonlijke relatie. Nu, wij vanuit onze, laten we zeggen, evolutie, zijn gewoon van mensen persoonlijk aan te spreken, aandacht geven aan elkaar. Nu, binnen de jongeren gaan het op een andere manier doen. Zonder dat we zeggen dat het een beter is dan het ander. Zeker niet. Nee. Maar elk binnen zijn cultuur en zijn manier van met elkaar omgaan. En daarin is netwerkmarketing uiteindelijk een heel mooie, laten we zeggen, kans die mensen kunnen nemen om via onder andere ook het online gebeuren eigenlijk een mooi inkomen uit te bouwen. En misschien hun tijd zelf in te delen, want dit vind ik juist de grote troef binnen ons manier van werken, dat wij zelf onze agenda bepalen. Dat was voor mij ook een van mijn grote, laten we zeggen, verlangens, een stukje doel zelf, om eigenlijk zelf mijn agenda te bepalen en als ik opstond, dat ik echt wist, dit is mijn agenda die ik zelf bepaal hoe ik wil leven en niet door iemand anders opgelegd. Dus vandaar dat voor jonge mensen ook mijn inziens een enorme mooie troef is die ze kunnen gebruiken. Mag ik juist een keer? De jongeren worden hier aangehaald, maar het is voor iedereen hoor. Welke leeftijd dat je ook hebt, jong, oud, het kan allemaal. Die vraag wilde ik nou juist ook eigenlijk stellen, dus je bent mijn voorroning. Nee. Is dit, wat ik me eigenlijk afvroeg, je kunt dit doen met een bepaalde tijdsinspanning natuurlijk. Ik bedoel, nee, voor niks gaat de zon op. Dat geldt voor elke baan en elk ondernemerschap, zeg maar. Is dit ook iets waarvan je zegt van, ik moet hier verplicht 40 uur in de week mee aan de slag gaan? Nee, er zijn geen verplichtingen, maar we gaan geen illusies geven. Als je natuurlijk niets doet, ga je geen inkomen opbouwen. Het is niet meer van, Je moet opstaan, want je moet op dat uur aanwezig zijn als je voor een baas werkt. Je doet het zelf, gedeelt dus zelf je tijd en je dag in. Maar dan eigenlijk is het ook, denk ik, heel geschikt om naast een bestaande activiteit die je hebt, of dat nu een baan in loondienst of zzp-schap of ondernemerschap, dat maakt dan niet heel veel uit, om dit te doen in de, nou ja, de vrije tijd die je dan hebt, zeg maar, die je daaraan wil besteden, zeg maar. Wat wij uiteindelijk merken, we hebben gisteren ook nog een presentatie gegeven in Wallonië, dat is dat heel veel mensen, waaronder heel veel zelfstandigen, uiteindelijk naast hun, laten we zeggen, hoofdactiviteit, noem het dan zo, doen. Ja. En starten en daarin echt op hun eigen manier, op hun eigen tempo, dit opbouwen. Wetende, we hebben dit als alternatief en dat geeft ons zoveel budget of zoveel inkomen. Willen we meer? Ja, dan moeten we harder daarin investeren. Maar vaak zie je dat ze daarin ook hun weg vinden. Ja. En dat is verschillend van persoon tot persoon. Ja. Maar evengoed is dit voor mensen die gewoon particulier zijn en die willen een stukje een onderneming gaan uitbouwen om misschien minder uren te moeten gaan werken en een andere levensstijl op te bouwen.
Als je nieuw bent, hè? Als je dit voor de eerste keer een keer tegenkomt. Ja. Kijk, ondernemerschap, op wat voor manier dan ook. Of je nu besluit, ik word ondernemer of op een andere manier dat besluit neemt. Het is natuurlijk altijd heel fijn, althans dat heb ik zelf als ondernemer wel heel, heel erg ervaren, om ruggespraak te kunnen houden. Ik zeg niet direct coach of wat dan ook, maar ruggespraak te kunnen houden, vragen te kunnen stellen. Ja. Hoe gaan jullie daarmee op? Ik denk dat het belangrijk is om te weten, als je start, en met name, dan zal ik een beetje vanuit ons spreken, dat is dat wij eigenlijk die persoon letterlijk bij de hand nemen om daar hem te ondersteunen in zijn pad, hoe hij zijn onderneming wil uitbouwen. Hoe hij zijn, laten we zeggen, business wil uitbouwen. Wij gaan nooit iemand verplichten, maar wij zijn wel de personen waar ze op kunnen terugvallen, die hun gidst, en dat is op een heel, laten we zeggen, volledig gratis. Wij gaan daar ook geen geld voor vragen. Wij werken samen. Wij hebben niet liever dat iemand daar succesvol in wordt. En wij besteden daar ook echt aandacht en tijd voor. Dat is de garantie die wij ook, laten we zeggen, een nieuwe startende ondernemer in netwerkmarketing willen helpen. Dat is sowieso. En dan zien we wel hoe het uitgroeit of hoe hij zijn business laat uitgroeien. Hij of zij, ja. Hij of zij. Ja. Dus daar spreken we. Het is nooit van, kijk, als je daarmee start, dan moet dat. Wij zeggen gewoon, het mag. Ja, en wij gaan kijken wat past er best bij u en wat wilt gij. In zijn of haar leven, de manier van werken die je op dat moment hebt, of je nu in loondienst bij een van de grotere werkgevers hier in de regio werkt, of dat je langzaamaan zegt van ik wil wat meer afscheid daarvan gaan nemen, onafhankelijk van de leeftijd natuurlijk, dat kan natuurlijk op latere leeftijd zijn, kan ook op jongere leeftijd zijn dat je natuurlijk zegt, joh, maar luisteren. 40 uur bij, 40 uur mijn tijd aan een werkgever besteden, is niet meer mijn wens, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, dan is dat natuurlijk heel mooi om dit natuurlijk op je eigen tempo, op je eigen manier, natuurlijk in te kunnen richten en uit te kunnen bouwen. Ja. Nu, wat misschien ook wel belangrijk is, zoals je daarnet gezegd hebt, het is voor jong en oud. Maar wat wij ook, wat ook voor jou dan denk ik een heel belangrijk doel was, dat was van, uiteindelijk kan het een stuk mijn pensioen of een aanvulling op mijn pensioen zijn. Hè? En dat is eigenlijk wel heel mooi, want je kan het doen in theorie, zolang dat je actief kunt zijn. Dat was inderdaad bij mij zo. Ik ben niet gelijk gestopt met video als videoproducent. Maar op een bepaald moment, ik ben ook gescheiden. Ik heb niet echt kapitaal bouw kunnen opbouwen. Ik was toen 50-plusser en er viel in mijn bus, toen kreeg ik dan nog in de bus, mijn pensioensverwachting. Ja, ik kan daar nu al een klein beetje naar zo mee lachen, maar ik had ook het idee, ik heb altijd in België gewerkt, toen hadden ze daar een zilvervloot. Dat wil dus zeggen, als je stopte met werken, dan kreeg je een mooie vergoeding, een pensioen. En dan kon je de lifestyle van een leven opbouwen. Nu ja, dat was totaal iets anders. En door in dat businessplan, in dat verdiept concept te gaan kijken, van bedrijven waar wij mee gekozen hebben, zag ik dat ook het inkomen dat je opbouwt, dat het ook je pensioen kan zijn. En nog sterker, je kan er ook je kinderen erfgenaam van maken. En toen dacht ik van, hey, het kost mij geen geld niet meer. Tijd is mijn kostbaarste bezit. Dus ik hoef niet meer naar de bank te gaan, zoals voorheen, om iets af te betalen. Wetende dat er iets kan mee opbouwen. En dat is nu ook zo. Ja. En dat gaf ook wel een goed gevoel. Geeft inderdaad wel een zeker gevoel. Ja. En wat je ook zegt, daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Mensen moeten nu natuurlijk langer werken. Al dan niet, of je ondernemer of voor een baas werkt, dat maakt niet uit. Voordat je überhaupt in aanmerking komt voor een pensioen natuurlijk. Dat zal in België net zo goed gelden als in Nederland, neem ik aan. Dan is het natuurlijk heel fijn om op dat moment natuurlijk te kunnen zeggen van, nou, ik heb er nog iets naast. Ja. Of ik heb een bijberoep, of hoe je het ook wil noemen, zeg maar. Waardoor je toch die inkomensstroom blijft genereren. En je inderdaad gewoon, al was het maar voor een aanvulling op je pensioen. Ja. Ik ben er dan een van meerdere werkgevers. En dus een pensioengat van,
van hier tot, ver weg, zullen we zeggen. Ja, ja. Dus ja, dan loop je natuurlijk het risico over een aantal jaar, als je daar natuurlijk nu over na gaat denken, van hé, moet luisteren, dan heb ik straks niet meer het leven als dat ik nu heb. Voilà, We willen allemaal onze levensstijl, onze lifestyle behouden, ja. Hè. En liever als je ouder wordt nog iets meer van comfort hebben. Hè. En dan zie je vaak bij mensen dat dat nou net ingeperkt is. Ja. Of toch wel verminderd is door de manier dat er nu eigenlijk de economie ervoor staat. Hè. Ja. Dus, hoe zien jullie de toekomst eigenlijk? De toekomst? Nou ja, het is misschien een wat algemenere vraag. Nee. Maar nu met name voor ondernemers en voor... als je het hebt natuurlijk over werken en ondernemerschap, zeg maar, in de toekomst. Als ik mijn gedachten, als ik daarover na zou denken, denk ik dat er toch heel wat gaat veranderen. We zitten natuurlijk in een behoorlijk krappe tijd. Ja, denk ik ook. Waarvan ik denk van, het kan best nodig zijn voor een veel groter publiek om natuurlijk naast... wat ze normaal gesproken doen, wat niet meer voldoet, niet meer volstaat om het inkomen te genereren met de kosten die we nu hebben. Ja. Ik heb gelukkig geen glazen bol, ik weet niet wat daar in de toekomst gaat gebeuren. Dat is misschien maar beter ook. Mm. Maar als ik het zo moet interpreteren, denk ik dat er heel veel mensen toch wel in de toekomst behoefte aan gaan hebben. Ja, ik denk dat de toekomst, wat je net zegt, we hebben geen glazen bol. Wat wij merkten, dat is dat ook in de periode van de lockdown, wij werken samen met een wereldbedrijf, dat we groeiden, dat we een groei gingen creëren. Waarom? Omdat mensen, we waren verplicht om thuis te zitten, maar we konden van thuis uit ook werken. En dat ging verder, dus dat concept past daar perfect in. En ik kan alleen maar zeggen, het is erom nieuwe bedrijven dat wij mee samenwerken. Maar je zal zien, ook in bijzondere, noem het dat slechte tijden, zijn er altijd ondernemers, zijn er altijd mensen die creatief zijn en die gaan kijken, wat kan ik doen? Ja. En ik denk, de voordelen die we nu opgesomd hebben, lage investeringskosten, van thuis uit werken, in een marktsegment die zich perfect leent, het online gebeuren die aan het boomen is, dat iets is out of the box ook te denken. Hè? Dus denk ik dat dat de grote boodschap is naar de toekomst toe voor iedereen van ons. Als je blijft bij jou waar je vast aan zit, veel kans dat je het niet meer gaat redden. Dus alsjeblieft kijk out of the box, want er zijn zoveel mogelijkheden. Het een zal meer passen bij jou dan bij een ander, maar bon, dat is persoonlijk. Maar doe de moeite en open je ogen en je oren om te kijken wat er op de markt is. Want er is zoveel moois die wij allemaal nodig hebben. Ik vind, als je wil iets doet voor een ander, wat dat ik vind bij netwerkmarketing zo mooi is, dan denk ik dat dit iets is waar je dus met hart en ziel... kunt, laten we zeggen, bezig zijn, actief zijn en anderzijds ook een mooi inkomen mee kunnen opbouwen. Ja, maar wat ik nu aan jullie merk, ook met passie kunt werken. Ja. En ik denk dat dat misschien wel een van mijn belangrijkste boodschappen is in het geheel. Dat je vooral doet wat je leuk vindt, waar je blij van wordt, waar je happy van wordt natuurlijk. Ja. En ik denk dat dat het allermooiste is wat we kunnen hebben, denk ik. Wie helpen nu graag niemand anders? Als je iemand kunt helpen. Dat was ook iets wat ik zocht. Ik wilde een zinvolle invulling hebben, is misschien een groot woord, van wat wil ik verder gaan doen. En iets dat je graag doet, kun je verder doen. Hè. Wij werken nu samen met mensen die bij ons passen. Want je gaat altijd samen met mensen die wat je het goed kunt mee vinden. Sommigen zijn al vrienden geworden. Die mensen hebben we ondersteund. Ja. Ze moeten niet voor ons werken, ze werken voor zichzelf. En je ziet die ook groeien, een persoonlijke groei. Ja, kan ik alleen maar zeggen, dat geeft ook... Ja. Dat geeft ook een energie die voor de toekomst ook belangrijk is. Ik denk dat je dat heel mooi gezegd hebt, Ronnie. En ik wil eigenlijk jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik wil de kijkers bedanken voor het kijken hierna. En ik hoop dat we jullie een stukje positiviteit voor de toekomst hebben kunnen geven deze keer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.